Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn maakt programma jubileumjaar bekend. Katwijkse brandweer neemt 4 tankwagenspuiten in gebruik. En nieuwe vestiging bibliotheek een stapje dichterbij. Dit en meer in het RTV Nieuws van maandag 4 maart. Dag, maandag 25 februari heeft de lokale VVD een extra ledenvergadering gehouden in verband met het uit de partij zetten van fractievoorzitter Van Ginkel. De partij heeft onlangs het vertrouwen in haar opgezegd. De ledenvergadering was besloten en de pers moest het doen met een schriftelijke reactie van de partij. Zij willen over de kwestie niet meer voor de camera reageren. De leden hebben de fractie aangemoedigd door te gaan met politiek en onder de afscheidingsperikelen een streep te zetten. Dat doen we nu en daarom is dit de verklaring en is een interview niet nodig. Dat was de reactie van de VVD. Anita van Ginkel heeft op de bewuste ledenvergadering ook haar woord laten horen. Zij zei onder andere het volgende. Die hebben we niet. We gaan door. U kunt een betoog van mevrouw van Ginkel nalezen op onze site nieuws.rtvkatwijk.nl. Dat voor wat betreft de perikelen rond de VVD. De partij overigens gaat nu verder met 4 raadzetels en mevrouw Van Ginkel gaat verder als eenmanspartij, Partij Van Ginkel. Door nu met ander nieuws. De gemeente Katwijk heeft de provincie Zuid-Holland om een bijdrage gevraagd voor de restauratie van de toren van de Oude Kerk. De herstelwerkzaamheden starten mogelijk nog dit jaar. Dat antwoordt de gemeente op vragen van de ChristenUnie. De gemeente is eigenaar van de toren van de Oude Kerk. De toren wacht al jaren op een nieuwe witte verflaag. Inmiddels is het herstel een stap dichterbij gekomen. Naast de aanvraag voor subsidie is ook de vergunning voor de restauratie afgegeven. Zodra de financiën rond zijn en er een aannemer is gevonden, kan er dit jaar nog gestart worden met de werkzaamheden. Hotel Riche is niet meer. Het verpauperde gebouw aan de boulevard is gesloopt. Dit zijn archiefbeelden van ongeveer 1,5 maand geleden. Inmiddels is het pand tot en met de kelder toegesloopt. Het pand heeft jarenlang in verwaarloosde staat aan de boulevard gestaan. Omdat de gemeente geen overeenstemming kreeg met de eigenaar van het hotel. Vorig jaar heeft de gemeente het pand toch gekocht voor ruim 3 miljoen euro. En dat is nog niet alles, want in januari werd duidelijk dat de sloopwerkzaamheden 200.000 euro zou gaan kosten. En dat is de helft meer dan begroot. Het pand heeft veel te verduren gehad. Het staat al jaren leeg. In 2008 heeft het ook nog in brand gestaan. Het oude hotel bleef toen bespaard gebleven. Daarna is er niets meer met het gebouw gedaan, behalve het dichttimmeren. Voorlopig zijn er nog geen concrete plannen voor dit stuk grond. Het blijft de komende jaar of misschien zelfs wel jaren een braakliggend stuk terrein. Er lijkt dan nu echt langzamerhand meer duidelijkheid te komen over hoe de toekomst van de bibliotheek met daaraan gekoppeld een cultuurpodium eruit gaat zien. De meerderheid van de gemeenteraad ziet een nieuwe hoofdvestiging van de bibliotheek in het centrum van Katwijk aan Zee wel zitten. Waar het gebouw komt te staan is nog niet duidelijk. Voor directeur Margreet Buwalda is het nu een grote opluchting dat ze eindelijk weet waar ze aan toe zijn. Heel opgelucht. Dat is niet te omschrijven hoe dat voelt. Na jaren en jaren van lobbyen en het maar weer onder de aandacht brengen, zijn we natuurlijk heel, heel erg blij. Heel, heel blij. En ja, en verder zijn we natuurlijk ook erg benieuwd wat in april het masterplan gaat brengen. Wat de locatiekeuze gaat worden. Want zolang de locatiekeuze nog niet bekend is, weten we wel dat we een gebouw krijgen. Maar waar in Katwijk aan Zee? Een van de partijen die zich duidelijk uitsprak voor een nieuwe vestiging van de bibliotheek is Gemeentebelangen. Ja, dat is duidelijk. Wij hebben cultuur altijd al een heel warm hart toegedragen. Dat is niks nieuws. Wij willen daar ook geld aan uitgeven. In deze periode dat er crisis is en dat je dus denkt van jongens, we moeten de knip dicht houden, moet je ook durven daarvoor te investeren. Want het is wel voor de toekomst en niet zeggen van nou ja, het kan nu niet. We leggen heel wat kunstgrasvelden aan voor de sportverenigingen. Daar hebben we miljoenen geïnvesteerd de afgelopen jaren. En dan mag het nou niet gebeuren dat we hier niet in gaan investeren. Waarom is een nieuwe bibliotheek volgens gemeentebelangen nodig?
De oude bibliotheek die voldoet gewoon niet meer aan de eisen. We hebben hier al 2000 jaar over gedaan om dit soort bibliotheken voor elkaar te krijgen. Die hebben we nu. De boeken gaan verdwijnen, klaar. Wij hebben daar in Katwijk een nieuwe kans om een nieuwe bibliotheek voor de komende jaren neer te zetten. En die kans die moeten we niet laten liggen. En die bibliotheek die hoort ook in het centrum. En wij vinden ook dat hij een hele belangrijke functie vervult. En wij zijn van mening met de nieuwe technologie, met de touchscreens en al die nieuwe snufjes, dat jong en oud daar gebruik van gaan maken. Ook een cultuurpodium naast de bibliotheek juicht gemeentebelangen toe. Maar in het centrum van Katwijk mogen wij het best een cultuurpodium krijgen voor 200 zitplaatsen. En wij zien het budget van de Tripodia, investeren we nou in het centrum. En wat is er nou heerlijker als je kan zeggen van nou, ik heb een avondje theater en dan zal het kleinschalig wezen, want Katwijk zou nooit een hele hippe stad worden. Dat gaat niet gebeuren, dat hoeft ook niet. Maar je moet wel de mogelijkheid geven aan je burgers om naar een avondje theater te gaan. Er komt geen nieuwe vestiging van de bibliotheek in Katwijk, dat was de VVD. Waarom? Wij waren als fractie van mening dat je goed moet kijken wat er om je heen gebeurt in de wereld. Met digitale ontwikkelingen, met de visie op de bibliotheek, hoe je daar in je gemeenschap als Katwijk beter mee kan omgaan. Bijvoorbeeld met de gemeenschapshuizen. Ga daar staan als bibliotheek in de wijk waar het gebeurt. Dus Tripodia, andere vestigingen in Rijnsburg, Valkenburg. Daarbij past wat ons betreft geen nieuwe hoofdbibliotheek, gelet op de digitale ontwikkelingen. Cultuurpodia, daar was de VVD toch ook uitgesproken over? Zeker, we hebben een cultureel cluster, dat is Tripodia. Natuurlijk, daar moet wat aan vertimmerd worden. Maar we hebben ook nog een theaterhangar. En als je het zo beziet, kan Tripodia makkelijk die kleinere producties ook voor haar rekening nemen. Maar dat is maar net hoe flexibel je daarmee omgaat als Tripodia. Een grote zaal kan een kleine zaal worden. Creativiteit. En op de vraag waar een nieuwe vestiging van de bibliotheek moet komen, heeft mevrouw Buwalda wel ideeën. Ja, als je diep in mijn hart kijkt, heb ik voorkeur. Wat dat betreft zou ik het liefst op de plek van Hotel Riche zitten. Dan kunnen we de bibliotheek met de strandbibliotheek heel mooi combineren. Ik vind het een geweldige plek. Maar ja, of dat gaat worden, weet ik niet. Voor wat betreft de toekomst van Tripodia is de politiek het erover eens dat deze in de toekomst ook als gemeenschapshuis zal gaan dienen voor de wijk Hoornes-Rijnsoever. Ik denk dat dat op zich dat met name ten opzichte van de andere twee locaties, de Roskam en voor Valkenburg, dat Tripodia inderdaad wel het meest duidelijk is dat men daar een keuze maakt om van Tripodia ook een gemeenschapshuis te maken. De andere kant van de cultuurpodium, waar natuurlijk ook heel veel over te doen is, heb ik ook het gevoel dat daar een bepaalde richting is gekomen. En dat er toch wel in ieder geval gedacht wordt om serieus na te denken over een locatie in het badcentrum. Waar dat dan gaat komen, dat is natuurlijk ook een vraag van de raad, maar dat het wel die kant op zal gaan. Bent u daar dan gelukkig mee? Ja, wat heet gelukkig? Ik heb natuurlijk geleerd van de afgelopen periode dat er dingen zijn die je wel wilt forceren, maar dat daar een proces aan vooraf gaat wat je niet kan forceren. En het feit dat ook de raad nu met een aantal vragen naar het college is gekomen van ja, hoe ga je dat invullen, houdt niet alleen in dat er huiswerk voor het college weer ligt om daar duidelijke richting aan te geven, maar dat wij als Tripodia natuurlijk ook nadenken over het feit van gaat de raad die kant op, dat wij alle voor's en tegen's onderzoeken met betrekking tot het feit als daar een zaal gaat komen, wat zijn dan de zaken die wij zouden moeten regelen mocht het college aan de raad een keuze maken om Tripodia te laten doen, want dat is natuurlijk nu ook nog een open stuk. Dus ja, er ligt voor ons eigenlijk ook nog een heleboel huiswerk. Door een aantal politieke partijen werd het idee toegejuicht de zaal uit te breiden tot 700 stoelen voor de steeds groter groeiende baptistengemeente. Ja, het verraste mij ook een beetje dat er door een aantal partijen serieus wordt nagedacht over het feit van dat moet je meenemen in je totale besluitvorming. Wij zijn het met het college eens vanuit Tripodia dat dat op zich een goed idee is. En het idee van de baptistengemeente om daar goed over na te denken is ook een heel goed idee.
Dat je al zover wil gaan om dat mee te nemen in Katwijk in de kern, vinden wij nog wat te ver. Omdat wij ook wij nog niet gesproken hebben met de baptistengemeente, maar ook zelf als Tripodia gedacht hebben van nou, daar gaan we mee aan de gang. Dus ik ben nog niet zover, of Tripodia niet zover, door te zeggen van hé, hey, we gaan die kant op. En dat, ik denk ook dat de baptistengemeente dat wel zou vinden. Het idee is goed, zij vinden het idee goed, wij vinden het idee goed, het college vindt het idee goed. Maar het is denk ik nog te vroeg om te zeggen van oké, okay, we gaan naar een zaal van 700. Met het idee van de baptisten die leggen dan een partij geld op tafel. En ik denk dat ook niet dat de bedoeling is. Ook zij hebben verantwoordelijkheden en afwegingen te maken over als we het doen. Kijk, Tripodia wil zich indekken als het gaat over exploitatie. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor een baptistengemeente. Toch houdt de gemeenteraad nog een slag om de arm, want men wil wel zekerheid over het tijdpad, de financiering en een goede informatievoorziening. Burgemeester Wiene komt binnen een maand met een aangepast voorstel. En dan gaan we nog even terug naar de ledenvergadering van de VVD, want daar sprak dus ook Anita van Ginkel. En u heeft nog een klein stukje van de toespraak van haar op die avond van ons te goed. Het bestuur en de fractie hebben niet in redelijkheid tot besluitvorming kunnen komen. Alles is gebaseerd op verkeerde voorstelling van zaken, voornamelijk door één man. Zij heeft verzuimd mij weerwoord te vragen en ze heeft de radicaliteit en grote consequenties voor de VVD, met name bij de verkiezingen, niet doordacht. Deze idiote stap herstel je nooit meer binnen de 10 maanden die te gaan zijn voor de verkiezingscampagne van start gaat. De VVD stond er uitstekend voor. Net als bij de vorige verkiezingen was er voldoende onderscheiding opgebouwd ten opzichte van de grote concurrent hier, het CDA. Ik weet zeker dat ik als boegbeeld van de partij enorm veel goodwill heb opgebouwd bij alle lagen van de bevolking. Dat bleek gelukkig ook bij de enorme hoeveelheid reacties, bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen deze week. Ik was er stellig van overtuigd de VVD van 5 zetels naar 7 zetels te kunnen brengen. Nu zal het anders gaan lopen. Na het harde werken van de afgelopen 3 à 4 jaar zal de VVD na een gewonnen verkiezing weer gaan terugvallen op haar natuurlijke sterkte van 2 zetels. Zeker nu ook het aantal raadszetels beperkt gaat worden. Het zal een klassiekertje worden. Het CDA en de ChristenUnie drukken in dit laatste jaar voorstellen erdoor die het Katwijkse VVD-publiek niet lust en de VVD zal weer de ouderwetse bijwagen worden van het CDA. Klein stukje was dat van de toespraak van de middels ex-fractievoorzitter van de VVD in Katwijk tijdens de ledenvergadering. Het hele betoog kunt u vinden op onze internetsite nieuws.rtvkatwijk.nl. De brandweer in Katwijk heeft 4 nieuwe tankauto-spuiten in gebruik genomen. De nieuwe wagens komen op de posten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg te staan. Hier gaan ze dan, de oude brandweerwagens van de brandweer Katwijk. Zij worden vervangen door deze nieuwe wagens. De nieuwe auto's zien er niet alleen mooi uit, maar zijn ook voorzien van extra mogelijkheden. Ja, dat klopt. We hebben de nieuwe auto's voorzien van een drukluchtschuimsysteem, hele mond vol. Het is een schuimsysteem waarmee we eigenlijk alle branden gaan blussen, omdat het veel beter, effectiever en sneller werkt en met veel minder waterschade. Maar er kan ook nog geblust worden met water met deze wagens? Uiteraard, ja. Nee, we blijven 2 mogelijkheden houden, schuim of water. En afhankelijk van de soort brand en wat er aan de hand is, kunnen we kiezen. De nieuwe brandweerwagens waren al enkele maanden in Katwijk te zien. Ze zijn de afgelopen maanden ingezet tijdens verschillende oefeningen. Ja, dat klopt. Ze zijn nog niet in de uitruk, zoals wij dat dan zeggen. Maar we hebben al de eerste auto's hier al 1 maand of 3 en we zijn veel aan het oefenen geweest. Onder andere in Valkenburg, ook hier in diverse panden. En ja, dat was nodig. Door het nieuwe schuimsysteem moesten alle mensen wel weer helemaal kennis maken met die technieken. De lokale Katwijkse brandweer komt er niet onderuit om ook met korpsen in de regio samen te werken. Dit wordt voorgeschreven door de landelijke overheid. Nou, wij kijken daar positief tegenaan. We hebben al eerder gezegd dat wij denken dat we als Katwijk ook heel goed zelfstandig hadden kunnen blijven bestaan. Maar de wet is daar en die wet schrijft voor dat er geen lokale brandweren mogen blijven staan. Dus wij gaan vol goede energie aan de slag om te zorgen dat Katwijk goed overgaat naar de regio. Nou, naar verwachting zal dat per 1 januari 2014 zijn. En dat wil overigens niet zeggen dat dan de kazernes gaan verdwijnen. Die blijven gewoon staan waar ze staan. Alleen de aansturing zal vanuit de regio, waarschijnlijk Leiden of Gouda, gaan gebeuren. Wat betekent dat voor uw functie? Dat is duidelijk. Die houdt op te bestaan. Maar goed, ik ga ook binnen de regio aan de slag. En dat zien we dan wel.
Regionale samenwerking heeft helaas niet geresulteerd in financiële voordelen bij de aanschaf van de nieuwe autospuiten. Wij hebben in het begin dat wij bezig waren met dit project wel overleg gehad met de regio van kunnen we dit samen doen. Nou, daar hebben we naar de mogelijkheden gekeken. Uiteindelijk wilden wij heel sterk voor innovatie gaan en dat hebben we ook gedaan. We hebben uiteindelijk gezegd nou, met vier die we als Katwijk hebben aangeschaft, vier stuks, krijg je al zoveel schaalvoordeel dat wij gezegd hebben we kunnen dat zelf. En we hebben dat ook zelf gedaan, wel in overleg met de regio. We moeten zo zien, die auto's zijn toch van een zekere standaard. Omdat ze voldoen aan de wettelijke eisen. Dus dat hebben we zelf gedaan en dat heeft geen nadeel opgeleverd. De investering van meer dan 1 miljoen euro was noodzakelijk. Ja, absoluut. Je krijgt daar vier nieuwe auto's voor terug. En de vier oude auto's die waren allemaal tussen de 15 en 19 jaar oud. Dus ja, dan beginnen er toch storingen te komen. Dus het is goed dat we die materialen nu kunnen vervangen. En het gaat om de veiligheid voor de burger. En die moet gegarandeerd een brandweerauto voor de deur krijgen als dit nodig is. En dat kunnen we nu weer goed organiseren. De Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn bestaat dit jaar 100 jaar. Het hele jaar organiseren ze festiviteiten met natuurlijk als hoogtepunt de najaarsfeesten in augustus. Er zal dit jaar extra uitgepakt gaan worden. Maar wat gaat er nou precies allemaal gebeuren? We praten met Richard Warmhoven van de Oranjevereniging. Richard, goedenavond. Goedenavond. We lezen in de krant dat het Koninklijk Huis misschien wel komt dit jaar. Ja, er is een hoop gespeculeerd. Uiteindelijk kan ik daar niet veel over zeggen, want wij gaan daar zelf niet over. We gaan zelf geen uitnodiging sturen. We zijn goed met de bond, maar daar wil ik het ook bij laten. Want voor de rest is dat niet aan ons om iemand uit te nodigen of te vragen van, goh, zou u ons festiviteiten willen bijstaan? Is het helemaal uitgesloten of kan het alsnog? Nee, het kan altijd, hè? Maar dat is gewoon niet aan ons om iemand uit. Het is net als een lintjesregen. Je gaat jezelf niet uitnodigen om een lintje te krijgen. Dat is zo moet je het zien. Oké, dus we wachten het af. We wachten het af, ja. Ja. 100 jaar dit jaar, ja. Dus het hele jaar door activiteiten of niet? Zoals we normaal gesproken een jaarprogramma hebben, wat nu ook weer start met paaseieren zoeken, eerste paasdag, hebben we gedurende het hele jaar ons normale programma. We laten daar wat dingen in de najaarsfeestweek weg, maar we leuken ook wat dingen op. Dus we krijgen een 2.0 versie van bepaalde activiteiten. Dat maakt het wat spannender. Ik kan concreet er ook nog niet heel veel over loslaten. Niet anders dan dat er bijvoorbeeld een grote revue op poten staat. Waar uiteraard veel voorbereiding aan getroffen wordt. Want dat vraagt veel voorbereiding. En de extra klappen voor onszelf is dat wij op 15 oktober zijn opgericht, 1913. We gaan dat vieren op 12 oktober, op zaterdag. Want dat valt beter uiteraard in de week. Met mensen die willen uitnodigen enzovoort. Ook daar, we noemen het een Orient Experience. En verder willen we er nog niet zo heel veel over kwijt. Orange Experience. Ja. Omdat het wel een mooie beleving moet zijn, want 100 jaar is niet niks. Hè. Ook in de zware jaren zijn we er goed doorheen gekomen en hebben we veel georganiseerd. Het is altijd een volksfestijn geweest. Zo ook in de najaarsfeesten waar we nu de nadruk op het volk willen leggen. We zijn ook zelf allemaal vrijwilligers. Er zit niks professioneels aan wat dat betreft. Dus we staan ertussen. We doen met ze mee en we doen het voor de mensen. Ja, maar is dat programma van die Orange Experience echt nog helemaal niet bekend? Ook bij jullie niet? Of? Dat wil zoveel zeggen dat ook die commissie die daar werkzaam in is, voor ons een verrassing wil maken. Oftewel, ja, er komt iets en we willen het vieren, maar hoe groot en wanneer, hoe wat. We hebben gehoord de hangar 2, dat kan ik loslaten, maar dat houdt dan op daarmee. We gaan iets doen in de hangar. We gaan iets doen in de hangar, ja. Met z'n allen, als het goed is. Hopelijk met z'n allen, ja. Wat is dan de klapper tijdens de najaarsfeesten? Najaarsfeesten wordt leuk. Dat is de grootste receptie. Dus we willen wel een recordpoging proberen te doen om zoveel mogelijk mensen in een bepaalde uitdorsing op een plek te krijgen. Want die plek is ook nog niet vast. Het heeft ook in de berichten gestaan dat al wel bekend was. Dat is nog niet het feit, maar dan een grote receptie met koffie en gebak. En, wat voor uitdossing dan? Onder de noemer Koffie aan de Rijn. Wij zijn Oranje Vereniging. Ah, oké. Okay. Heb je fantasie er maar bij. Kunnen we het invullen? Ja, bijvoorbeeld. Er is ook altijd wat te doen of de laatste jaren over Oranje Rok. Gaat het wel door, gaat het niet door? Wordt altijd protest aangetekend door bewoners in de zanderij wegens geluidsoverlast. Ja. Hoe zit het dit jaar? Kan ik het volgende over zeggen. Wij zijn daar uiteraard heel, heel fanatiek in om dat te organiseren. We hebben een hele goede club mensen die dat professioneel aanpakken. En ook met de gemeente waar wij nu nog steeds mee in gesprek zijn, zijn we altijd op goede voet. Dus we gaan er wat dat betreft ook nu weer discreet mee om. We zijn nog in gesprek, want de klachten hebben wel wat veroorzaakt. Maar nogmaals, we zijn aan het organiseren. Dus ik kan niet zeggen van
Wel of niet, die discussie die is bij mij niet bekend. En wanneer wordt dat bekend, denk je? Als het aan ons ligt, zo snel mogelijk. Want we zijn natuurlijk aan het organiseren. We proberen mensen vast te leggen. Boeken? Ja, precies. We proberen boekingen te doen. En meestal in die augustusweken is het lastig boeken als mensen op vakantie zijn of dergelijks. Agenda's zijn vol. En uiteindelijk probeer je natuurlijk iets leuks voor ook weer het volk neer te zetten. En dat is normaal gesproken altijd gelukt. Dus we gaan ervan uit dat dat nu ook gebeurt. Een kroningsjaar is het? Ja. Ook een koningsjaar, valt allemaal perfect 200 jaar bij elkaar. Wat dat betreft zouden ze best wel eens mogen komen naar Katwijk dit jaar. Zoals een tijdje terug, ja. Nee, maar gaan jullie ook iets organiseren rond Koninginnedag? Ja. Met elkaar, met de Vereniging Katwijk aan Zee, Katwijk aan Valkenburg? Er is inderdaad een samenwerkingsverband. Zit ik helaas zelf niet in die commissie. Maar er is vanuit de gemeente een vraag geweest en uiteindelijk ook vanuit onszelf. Zullen we er wat mee gaan doen? De verenigingen hebben de koppen bij elkaar gestoken en die zijn aan het organiseren. Er komt iets aan. Als daar wat meer bekend over is, want het is natuurlijk redelijk kort dag geweest. Hè? Begin februari heeft de koningin dat aangekondigd. Mm-hmm. Het is niet zo dat we niks wisten in de zin van wij wisten alles al. Nee, we hebben er verwachtingen van gehad. Of het nou nu was of dat het over 5 jaar zou gebeuren. Maar nu moet het gebeuren. Maar nu zou het natuurlijk moeten gebeuren. Dus er is een organisatie op poten van verschillende afvaardigingen van de commissies. Okay. En die zijn nu aan het kokstoven hoe of wat. Maar ook daar weten wij nu nog niks van. Maar er komt wel iets. Als ik het samenvat, hangar, revue, Orange Experience, de koffietafel, noem nog één ding. We zijn nu ook bezig met, ik wil nog wel wat toelichten over de revue trouwens. Want Daan de Mooij heeft die organisatie op zich genomen. Overigens alleen maar professionele mensen die in dienst heeft of die aangetrokken heeft. Mochten mensen vragen hebben aan hem, ga vooral naar hem toe. Bel of stel ze aan hem. Wij gaan ervan uit en wij nemen aan dat Daan er heel professioneel in is en helemaal goed aankleed, goed aanpakt zoals we het nu horen. En zijn wij heel trots dat wij met Daan dit samen mogen neerzetten en hij trots dat hij het voor ons mag doen. Dus dat wil ik nog even bijzetten. Vervolgens 30 april heb je het over. Het is de feestweek van de Katwijk aan Zee uiteraard. Dus wij willen hun ook niet echt in de weg zitten, want dat heeft geen nut. Wat we wel gaan doen is dat wij zelf ons eigen programma iets opleuken met een groot ledscherm. Zodat het volk de kroning of televisiemomenten niet hoeft te missen. En een groot reuzenrad om voor de kinderen iets extra's te doen dan andere jaren. Oké, we gaan het afwachten. Succes met de laatste voorbereidingen. Dank. En we gaan er veel meer van merken dit jaar. Dank. 100 jaar dus, Oranje Vereniging Katwijk aan de Rijn. Richard Warmhoven was dat. Voor wat betreft dus de festiviteiten die er dit jaar allemaal op stapel staan bij de Oranje Vereniging Katwijk aan de Rijn. En daarmee komen we ook aan het einde van deze editie van het RTV Nieuws. Voor meer lokaal nieuws kunt u terecht op nieuws.rtvkatwijk.nl. En aanstaande zaterdagochtend kunt u bij de radio weer luisteren naar Nieuwsmagazine. Wij zijn er maandag weer. Graag tot dan.